Naast mij zit de grote held van het verhaal. Ik mag wel stellen, jij bent de reden dat we hier staan. Maarten, Jorissen. Ja, aanleiding. Het idee is begonnen bij Jort en Onkel natuurlijk. En de aanleiding was inderdaad bij een ongeluk. Die hadden bedacht, we willen eigenlijk toch wel iets doen voor mensen met een dwarslesie. En dat was een klein ideetje dat in de hoofd zat. En dat is nu opeens zo'n groot evenement geworden inderdaad. Dus het is, had ik van tevoren niet kunnen hopen, maar ik denk dat het een hele leuke dag gaat worden. Dat gaat het zeker worden. Groot applaus voor Maarten, jongens. Ja, dan heb je nog een hele fijne vrienden, kan ja, niet? Ik heb 11 maanden lang in het ziekenhuis en de revalidatiecentrum gelegen. Het is een lange tijd en ik heb geen ene avond alleen gegeten. Ze zijn elke avond was mijn familie er of mijn vrienden er. En nu staan ze er weer allemaal in mooie speedo's en mooie badmutsen. Dus, ja, schitterend, want het is vrij vroeg hè, voor een student. 1:30, toch? Ze hebben ook allemaal gedronken gisteren, dus ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Ik zou er niet achter gaan zwemmen. Ik zou even kijken ervoor. Weet je wat met zwemmen is? Het is de eerste 200 meter denken ze we gaan en daarna 200 meter zijn ze kapot. Of niet? Ja, dan hangen ze, gaan ze allemaal verstoppen onder de brug. Stiekem eruit. Even barbereren, een kleine... Nee, ik heb er alle vertrouwen in. Ah, heel goed. Hey, we staan hier, nogmaals, we hebben een enorm bedrag opgehaald waar ik verder niks over los kan laten. Maar dat bedrag gaat ook nog ergens aan uitgegeven worden. Het zijn 3 doelen in totaal, daarom staat dokter professor Wilco Pil ook hier. Om met jou even te beginnen Maarten, een van de dingen is van de Technische Universiteit Delft, de exoskelet. Kun je daar iets over zeggen? Ja, klopt. Project March, die zijn er helaas niet bij vandaag, want die hadden een testdag in Zurich. Zij maken exoskeletten. Dat is een groep studenten uit Delft die schrijven zichzelf een jaar uit van hun studie. En dan gaan ze een jaar lang het prototype van de vorige groep gaan ze proberen te verbeteren. Dus nu net in augustus is March 4 is gelanceerd. En dan gaan ze nu denk ik naar March 5. En dat zijn exoskeletten. En dat is voorlopig wat je daar een beetje bij ziet. Zijn dus echt die robotpakken met mensen die van die alleen om hun benen. En, maar het gaat, elke exoskelet is nog veel beter dan het vorige. Dus dat is een kwestie van tijd totdat iedereen er eens kan hebben. Maar voorlopig is dat nog niet echt eentje voor mij. Oké, okay, juist. Maar dat is dus één ding. Dan hebben we ook nog een van de Universiteit Twente. De derde kom ik bij Wilco. Dat is voor de hand-arm ondersteuning. Voor mensen met een hoge dwarslesie. Kun je daar nog iets kort over zeggen? Ja, precies. Nou, eigenlijk hetzelfde idee. Niet op je benen, maar dan om je handen. En dat is dus iets wat inderdaad voor mensen die, net als ik, een hoge dwarslesie hebben, wat meer nut zal hebben. En dat is ook inderdaad een van de doelen waar we vandaag allemaal voor gaan zwemmen. Juist. En de laatste is, niet geheel onbelangrijk, van professor Dr. Wilco Pil, neurochirurg in Leiden en ook in Den Haag. Wilco, je gaat ook meezwemmen. Heb je hard getraind? Ik heb heel hard getraind, maar niet zo snel als jij. Dat weet je nog niet, hè? Dat weet je nog niet. Maar Wilco, een van de dingen waar dit astronomische bedrag heen gaat, is ook jouw onderzoek. Want jij hebt wat heb jij precies ontdekt waar je onderzoek naar wil doen? Nou, we dachten altijd dat een dwarslesie onomkeerbaar was. Maar we denken dat we met snelheid van operatie en ook type operatie meer winst kunnen behalen. En bij definitieve uitval ook zenuwreconstructies kunnen doen. Dus het zijn 2 dingen, time and spine, zo snel mogelijk opereren. Net zoals ik een hersenletsel opereert, ook zo snel mogelijk een dwarslesie opereren. En het andere is, als die dwarslesie definitief is, zoals bij Maarten, heb je ook nog de mogelijkheid om zenuwreconstructies te doen. En daar meer functie voor terug te krijgen. En eigenlijk is al die jaren te weinig aandacht geweest voor de dwarslesiepatiënt. Dus het is een heel heftig iets. Je stapt van het ene moment het andere leven in. En daarna stap je dus niet meer, ben je rolstoelafhankelijk. En daar kunnen we met goed onderzoek een meerwaarde krijgen voor die hele patiëntenpopulatie. Nou, fantastisch. Inderdaad. En daar gaat ook een deel van het astronomische... Ja, hij doet het weer. Ja, ik ben heel slecht met techniek. Ik heb er nooit in de microfoon gepraat. Maar, nee, helemaal top. Nou, dat klinkt fantastisch. Heb je er zin in, Wilke? Ik vind het spannend. Ik ben voor het eerst nerveus sinds tijden dat ik zo'n publieke dag heb. Ja. Nou ja, verdorie jongens. Een van de bekendste dokters van ons land en een leienaar zwemt ook mee. Heel spannend allemaal. Maarten, wil je nog iets tegen de deelnemers zeggen om ze nog een extra steuntje in de rug te geven? Ja, succes. En aan het einde van de race zijn biertjes en friet. Dus hard zwemmen zou ik zeggen. Want na het zwemmen heb je altijd zin in? Biertjes en friet. Juist, dat lijkt ideaal inderdaad. Dan is het, zijn we inmiddels 7 minuten verder. Over 7 minuten gaat de eerste heat van start. Ik blijf er altijd wel een gek idee vinden dat ik heb hier in mijn hele tijd, ook in de studententijd dat ik hier vaak gezeten heb, zo vaak in het Rapenburg geplast dat het ook een straf is om hier te gaan zwemmen. Maar dit zijn, we gaan het meemaken. Precies waar die man ongeveer zwemt.
Maar ja, we gaan ervoor. Maarten, we gaan onder andere voor jou met z'n allen kei en keihard zwemmen. En aan het eind van de race gaan we bekendmaken wat voor een astronomisch bedrag we hebben opgehaald. Oké, dan ga ik jullie vragen, gaan wij allemaal van het ponton af. En dan mag de eerste heat van 50 zwemmers die gaan beginnen, mogen zich positioneren hier. En dan wordt het aftellen geblazen. Want over 5 minuten komt het startschot. Ik kan slecht mikken, dus pas op. En succes! Ja, het plantsoen maakt er een wedstrijd van, hoor. Daar gaan ze, dames en heren, de eerste zwemmers. Geef ze een hartelijk applaus! Daar gaan we, dames en heren, de Rapenburg-race is begonnen. Heat 1 vertrek. Nou, professor Prul, daar gaan ze. Daar zit hij verborgen, dames en heren, maar het is de man die zojuist de race heeft geopend. Die gaat hem zelf ook zwemmen. Jochem, ik heb goed begrepen volgens mij dat jij ook echt fanatiek voor een zekere tijd gaat. Klopt dat? Nee, ik ga zeker niet voor een tijd. En hoe schat je jezelf in? 800 meter? Wat denken we? Is dat 10 minuten, kwartier of zitten we meer tegen een half uurtje aan? Nee, dat moet tussen de 15 minuten en 20 minuten moeten lukken. 15 en 20 minuten. Nou, die gaan we klokken, mensen. Die gaan we klokken. We gaan Jochem Meijer klokken. En ben jij net zo druk op in het water als op het land? Nee, ter land ben ik heel druk, ter zee ben ik heel rustig. Jij gaat ook straks beginnen met de heat, neem ik aan? Je bent een Ironman, dus voor jou is dit eigenlijk piece of cake, of niet? Ik ga Jochem hazen. Hoeveel zwem je bij een Ironman? Hoeveel meter lig je dan in het water? 3,8 kilometer. 3,8 kilometer, oké. Dus hoe snel doe je 3,8 kilometer? 59 minuten. In 59 minuten. Nou, heel snel omgerekend zou jij dit in 13 minuten 30 moeten kunnen. 12 minuten, mooi. 12 minuten. We gaan ervoor. 12 minuten, Rapenburg 12. Ik denk dat we hier ook een wedstrijd zo meteen te zien krijgen. Leuk, dames en heren. Ja, heat 2 is zich alvast rustig aan het verzamelen. Die gaan... Ik zie heel veel blauwe badjassen. Ik zie dames in badjassen, dappere dames langs de kant. Dus, dat ben jij? Dag, jongen. Nee, kijk naar de studenten die komen uit hun grachtenpanden, vanuit de stijger wordt toegekeken. De hele stad begint zich langzaam maar zeker te verzamelen. Roep dus vooral ook Leidse vrienden, kameraden. We gaan dus heel erg tegen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, en go! En ze zijn weg, de dames van Pap 11. Mensen, Jochem Meijer, kom op! De dames van Herengracht en kijk eens aan de Ironman op kop. Jochem Meijer in de vervolging. De laatste plonsjes gaan er nog in. Dames, ik zou maar gewoon springen, want warmer gaat het later niet worden. En ze zijn van start. Hier twee dames en heren. Beter. Ja, beslist. Kijk eens. 11 minuutjes. Je kan veel. Een van onze bekende leidwagen komt nu binnen. Zo dan. Goed man. Allemaal voor de Rapenburg race. Een minuut te lang. Goeie. Was het te doen, Jochem? Ik ga alleen maar niet meer praten. Super, jongens. Gefeliciteerd, meneer. Oké. Maarten, dat heeft hij goed gedaan, hè? Kan je alweer praten, Jochem? Ik kan alweer praten. 11 minuten? Ja, 11 minuten. Bizar. Ja, netjes. Hartstikke getraind. Absoluut. We zijn er bijna. Jij bent langzaam weg, heel raar. Ja, alle badmutsjes. Ja, de badmutsjes zijn een beetje af aan het gaan, zie ik. Ja. Gefeliciteerd, mevrouw. Gefeliciteerd. Hoe ging het? Ja, goed. Ja? Is het water erg koud, ja? Je bent er niet aan. Het blijft maar koud. Gefeliciteerd.